Tim Hofman, de broer van Roos, in de Tweede Kamer. Want een geslaagde clickbaitactie met een vluchtelingenjongetje, die heeft jou even op de kaart gezet. Nou, het is niet alleen de clickbaitactie met het vluchtelingenjongetje natuurlijk. Het is een kwart miljoen, je wordt gebeld man. Een kwart miljoen mensen die krijg je denk ik bij elkaar als het breed gedragen is. Een kwart miljoen is veel hè. En dat zagen we vandaag ook, dat is goed. Dus het is meer dan een clickbaitactie. Dat zou ik gewoon toegeven. Nee, je mag het toegeven of niet toegeven. Het is wel een feit. Ik bedoel, hoe kijk je daar zelf tegenaan toen je dit bedacht? Want ja, het jongetje is natuurlijk uitgeprocedeerd en kansloos. Dat weet je ook. Ja, dat hoeft dus niet zo te zijn. Als je de wet wijzigt of een kinderpardon geeft waar hij officieel recht op zou hebben als ze de procedures goed zouden volgen. Dus het was helemaal niet zo kansloos. Plus, je ziet dat wij maatschappelijk heel goed kunnen agenderen en dat hebben we ook gedaan. Meneer Dijkhoff, hij staat achter u. Tim Hofman, die heeft u laatst hele rare publiciteit bezorgd. Maar met dat jongetje, ja, dat blijft maar zoals het is. Geen recht is geen recht. Dat is correct. Ja, wat vindt u dan van die actie uiteindelijk? Want ja, nu komt er ook nog een spreektijd voor hem. Hij mag in spreekgestoelte staan met zijn 40.000 handtekeningen. Iedere Nederlander die zich zorgen maakt over iets kan, heeft recht om zich te uiten, om daar actie voor te voeren, om daar een film over te maken, om een beroep te doen op petitierecht en dat is prima. Maar ja, het gaat niet helpen natuurlijk. Dat is waar. Wat levert het nou op voor dat jongetje zelf? Ik hoop uiteindelijk, en wij gaan dus niet voor een showpardon, hè? Dus een talkshowpardon zoals Lubach dat noemen. Ik hoop uiteindelijk dat die 400 kids die hier zijn een pardon krijgen. En dat ze uiteindelijk, en daar ga ik ook voor pleiten in de Kamer, het beleid aanpassen. Want anders krijg je dit verhaal weer en weer en weer. En het maakt niet uit of ze dat links of rechtsom doen, het moet anders. Want je hebt zoveel petities, een petitie opgehaald met zoveel stemmen dat je gaat hier pleiten. Ja, 40.000 heb je daarvoor nodig, ja. Dan ga jij in vak K. Ja, heb ik al wel eens gedaan, is heel leuk. Niet het gevoel dat het jongetje enigszins misbruikt is? Ik vind dat een grof woord. Dat vind ik net te ver gaan. Maar ik denk dat iedereen zelf moet oordelen over wat hij van de inhoud vindt en de vorm. En dat Nederlanders daar mijn hulp niet meer nodig hebben.